Ik ga een lekkere club sandwich maken en ik begin met een kipfiletje, flink zout en vers gemalen peper rondom. En die bak ik even bruin en gaar in een klein beetje boter. En dik gesneden ontbijtspek even zachtjes uitbakken, zodat het lekker bruin en knapperig is. En dat laat je even uitlekken op een stukje keukenpapier. En als het kipfiletje stevig aanvoelt, is hij gaar en die kan even afkoelen. Ik maak een mengseltje van mayonaise en mosterd. En ik heb lekker stevig wit brood. Het gaat even in de rooster. Tomaat en avocado. En die gaan allebei in mooie dunne plakjes. Beetje citroensap tegen het verkleuren. En de kipfilet, die gaat ook in mooie dunne plakken. Want als alles mooi dun gesneden is, gaat het stapelen straks makkelijker. De broodjes een beetje af laten koelen. En dan begin ik met bouwen. Begin met mayonaise, blaadje sla, een paar plakjes spek en tomaat. En een sneetje aan beide kanten insmeren. Weer sla. De kip. Avocado. En eindig met een beetje spek. Sluit af met een sneetje dat je aan de onderkant besmeert. Beetje aandrukken, vastzetten met de prikkers. En dan snij hem in mooie driehoekjes. Simpel, maar erg lekker. Club sandwich.